Vandaag, zoals de titel en de thumbnail al heeft doen laten zien, ga ik een dag lang leven op Action producten. En ik ben in een andere omgeving, ik ben bij Guilaine. Er zijn hier in de buurt zijn hier twee Actions. Eentje in het nieuwe centrum en een andere in de mall. De allernieuwste. De allernieuwste. Ik heb op Instagram, mocht je me daar nog niet volgen, @vetgezelligeten gevraagd van wat moet ik halen bij de Action als ik dit doe. En er kwam wel aardig wat uit. Op YouTube hadden jullie ook al wat suggesties. Dus ik ben heel benieuwd wat ik vandaag ga eten. En wat we vandaag gaan eten. Dus ik ben benieuwd. Ik ook. Zin in. Welke moet ik volgende keer eigenlijk doen? Welke winkel? Nee, heb je nog meer dan? Xenos, Action en Hema heb ik dan nu gedaan. Dan heb ik nog misschien Big Bazaar. Mocht jij nou nog ideeën hebben voor een volgende keer. Laat het zeker weten. Degene met de meeste duimpjes omhoog ga ik doen. Dus... verzindering zou ik zeggen. Ik denk dat we maar even richting Action moeten gaan lopen. Wat vind jij dat ik moet eten? Je moet sowieso iets van wel echt een avondmaaltijd, volwaardige avondmaaltijd vinden. Ja, vind ik ook wel. Dat je niet snoepjes gaat zitten vreten. Weet je, volgens mij hebben ze ook daar soort pasta dingen. En natuurlijk gewoon genoeg snackies er tussendoor. Genoeg. Daar ben jij voor mee volgens mij, of niet? Ja, ik ben om snackadvies te geven. Jij bent de snack queen, of niet? Ja, ik ben gestopt met mijn werk. Ik geef nu snackadvies. Ja. Dit is wel een goede optie, toch? Ja. Die zijn lekker gek. Oh ja, die vonden mensen lekker, dit soort dingen inderdaad, ja. Hier werd heel veel over gezegd. Fruit, crisp, crisps, peach. Ja, dit werd ook nog gezegd, van die noedels. Oeh, dit. Green smoothie. Oh jeetje. Ze hebben nog best veel. Maar ik denk dat ik dit sowieso wel moet gaan doen, hè. Die pasta is nog geen 90 cent. Ik vind het wel lastig, want als ik bijvoorbeeld granola kan ik wel kopen, maar ze hebben hier geen yoghurt bijvoorbeeld. Dus dan wordt het wel lastig, toch? Of vind je dat je yoghurt dan wel mag halen of zo? Oh, dit is. Oh, dan moet ik van dit soort gaan spuiten met dit en dan de granola dat zou erbij. Dat zou wel werken natuurlijk, hè? Zal ik een paar van die op. Hey, ik neem natuurlijk wel banaan in de ochtend. Maar dit knijpt veel suiker in, denk ik, of niet? Oh, dat is wel lekker. Dit wist ik niet eens dat ze dit hadden. La vache curry. Wow, wat is dit dan? Wow, sick. Ja, instant noodles werd ook heel veel gezegd trouwens. Heb je zoveel, hè? Vind je ook niet dat ze veel hebben? Ja, ik vind het. Daarom zei ik tegen jou, ze hebben best veel. Ja, hier kan ik wel van eten, denk ik. Ja. Ja, maar ik moet ook echt zo minimaal moet ik zoiets meenemen, toch? Ze hebben hier zoveel instant noodles. Ja, dit moet ik eigenlijk bij het avondeten, denk ik, erbij doen, hè, bij dit. Ja. Dat is dan. Dan heb ik avondeten, is dit. Ja. Niet dit? Nee, ik heb geen noodles. Ziet er ook wel leuk uit, toch? Oh, je ziet er wel leuk uit, ja. Ja. Wat is dit dan? Dat is gewoon poms. Oh, gin tonic. Oké, dat moet ik even. Snackies? Choco. Yes. Dit is ook niet. Zal ik die proberen? Ik stop mijn video hier even, want ik heb in mijn statistieken gezien dat 45% van jullie nog niet geabonneerd is op mijn kanaal. En je zou me heel erg helpen als je dat wel doet. Dus ik geef jullie nu 10 seconden om dit te doen. Ik weet niet of het 10 seconden was, maar bedankt voor degene die het gedaan heeft. We gaan nu door met de video. Oké. We zijn niet bij de Albert Heijn geweest, maar bij de Action zoals je hebt kunnen zien. En dingen die we hebben gehaald. Ik heb even wat dingetjes ook in de koelkast alvast gezet. Cotton candy, dus wat is dat ook weer? Suikerspinnen. Gin en tonic. Ik hou helemaal niet zo van gin en tonic, maar dit is dus een mocktail 0,0%. Voor mijn smoothie bowl yoghurt gekocht, want dit was de enige yoghurt die we konden krijgen. En dat zijn 2 banaan en 1 strawberry. Ik heb nog een smoothie. Een rode smoothie. Deze 2 waren veel aangevraagd. Dit is dried mango en crispy persik. Voor avondeten heb ik voor 90 cent. Het ziet er op de verpakking best lekker uit. Tomatenpasta met mozzarella. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Dan hebben we voor misschien in de middag of in de avond, dat weet ik ook nog niet, de noodles. Voor bij het avondeten dacht ik nog misschien wel lekker om deze garlic bread te nemen. Deze zagen we ook liggen. Beefy rolls. We hebben ook nog van Beefy de original Caraza XL. En dat is een soort van pizza broodje. Ook voor in de smoothie bowl hebben we nog goji bessen. En hebben we banana crisps. Voor een lekker tussendoortje chocolade crispy
iets. Dit ziet er best wel lekker uit. En als klap op de vuurpijl heb ik ook nog een Coconut Lion. Nog nooit op. Ben heel benieuwd. Ik heb trouwens van dit alles nog nooit op. Is het wel geworden? Ja hoor. Denk je? Oh wow. Oh, dat ziet best wel lekker uit. Loving it. En dan heb ik ook nog een smoothie. Maar een smoothie? Oh, de smoothie ruikt ook best wel prima trouwens. Oh ja, ruikt naar innocent. Inderdaad, hij ruikt heel erg naar innocent. Zo, die zoetgek. Hij proeft inderdaad ook een beetje naar innocent, maar iets zuurder. Ik heb het idee dat hier wat meer druiven in zitten ofzo. Weet je wat, dat zuurige van druiven. Ik vind het niet heel verkeerd, maar ik denk dat dit kan, een smoothie is altijd een beetje dik en dit is gewoon een fruitdrankje, dus het is gewoon dun. Alles erin, komt ie. Oh, ik vind die yoghurt niet eens zo slecht. Nee? Was het crispy wat er tussendoor zit? Appel? Dat lag hier. Die is lekker trouwens. Nee toch, persie toch? Oh, persie. Oeh, die is lekker. Ja. Ja. Mag ik daar nog een paar van? Doet een beetje crunchy-achtig, denk ik ook. Niet doen. Dat is een heel bijzondere textuur ook. Moet kijken. Dus dit zijn perziken die gedroogd zijn of zo. Het voelt een beetje als een toetje. Oh. Die bananensmaak is ook lekker. Het lijkt een beetje op een Mona toetje. Heel eerlijk, dit gaat natuurlijk nooit gezond zijn, zo'n challenge. Maar het is best lekker. Nou, ik ben hier best tevreden mee hoor, voor mijn ontbijt. Ik vind deze wel iets minder. Zeker als het nu smaakt, dan is hij een beetje bitter en zuur. Maar dit is aanradertje. Coconut Lion. Ik ben er laatst dus achtergekomen dat ik wel tegen kokos kan. Dus ik ben helemaal tevreden. Dit chocolade ook echt hier. Oeh, dat ruikt heel erg naar kokos inderdaad, ja. Oké. Okay. Nee. Komt ie. Je moet heel erg van kokos houden, wil je het lekker vinden. Zowel de karamel als de witte chocola proef je niet heel veel van. Maar de combinatie is wel lekker. Ik geef dit een 8. Ben je benieuwd? Naar jou? Naar mij? Nee, ik pittig eten is. Ja, dat. Ik kwam is er heftig. Ja, ik heb dat nog niet gezegd, maar ik kwam er pas net achter dat er extreem hot op stond. Hier, er staan 4 pepertjes op. 5 pepertjes. Extra pepers. Hot. Maar ga ik eerst dit doen of ga ik eerst dit doen? Ja, maar je moet de bifirol doen, toch? De bifirol, niet deze? Ja, ik vind die lijkt me echt lekkerder als die heet is. Ja, maar volgens mij is het allemaal niet dat je dit. Ja, maar dit moet er ook heet zijn. Dan ga ik eerst even de pittige zooi eten. Ja, maar anders heb ik het idee dat ik dat niet meer proef. Nee, en doe als bifirol eerst. Die is toch bifirol of deze? Bifirol, ik ook een bifirol. Maar doe ik bifirol, doe jij die ander? Oh ja, is goed. Oh! Een klein rolletje. Echt een bifirol. Lekker hoor. Nou, die mag jij dan. Dan doen we het tegelijkertijd. Ruikt die lekker? Met bief. Kijk, zo ziet mijn snack eruit. Dat ruikt heel erg naar salami. Oeh. Is dit? Moet ik kijken. Dat is toch raar? Oké, ik ga er ook voor. Hij is heel droog. Deze is serieus nog wel lekker door de. De worst. Deze is best wel smeuig. Ja? Wow. Het ruikt wel heel erg naar een hondenbrokje. Proeft naar een. Het smaakt naar een. Proeft. Ja, maakt niet uit. Naar een Dr. Oetker salami pizza. Ja, daar ruikt inderdaad wel een beetje, hè? Ja. Ik vind het ook een beetje daar naar smaak. Dit proeft gewoon of smaakt naar een bifi. Ja. Met. Droog brood eromheen. Ja, het is wel een beetje droog brood, hè? Mm-hmm. Ja. Nou ben ik wel heel benieuwd hiernaar. Wil je ook een happy? Nee. Dus dit is extreme hot. Ik vind het een beetje smaakloos, als ik heel eerlijk ben. Zit hier wel zout in? Ja, gewoon een beetje heet, maar geen zout of iets. Er zit wel een klein kruidig smaakje aan, maar ik denk dat deze heel erg, doordat deze zo overheersend is qua smaak, dat het gelijk ineens is dat je dit eet, dat je denkt, oh, wat zit hier eigenlijk weinig smaak aan? Nou, nu proef ik wel wat meer kruiden. Nou, ik vind deze echt niet. Ik vind deze oprecht niet vies. En ik hou niet is zo van die instant noodles. Ja, hij is pittig, maar niet super pittig of zo. Het is niet extreem. Nee, vind ik niet. En dat wil wat zeggen, want ik kan echt niet tegen pittig. Ik ga dit lekker even opeten. En dan zie ik je erover. Oh, wacht! Er is nog heel veel kruiden aan de onderkant achtergebleven. Deze stelt me echt niet teleur. Ik vind deze echt best wel bizar goed eigenlijk.
voor wat het is, weet je wel. Ja, ik geef deze een voor wat het is een 7,5. Oké, we zijn even van plan om nog naar een andere action te gaan. Niet om iets te kopen, maar gewoon om te kijken of ze nog andere dingetjes hebben. Nu heb ik nog wat drinken. Zero sugar, ben ik niet zo fan van. Maar goed, alsnog. Ben benieuwd. Waarschijnlijk willen jullie trouwens ook zien hoe het eruit ziet. Oeh, het is een beetje groenig. Ken. Vind je het lekker? Ja, de smaak wel goed gedaan hoor. Als ik had gezien dat het zero sugar was, had ik het al niet genomen, want dan wist ik al dat ik het niet lekker vind. Als dit vol sugar was geweest, gewoon normale suiker. Ja, ik snap oprecht snap ik ook niet waarom mensen zeggen dat ze zero lekkerder vinden als met suiker. Want nee, ik die hebben die ervaring gewoon niet wat wij hebben. Denk je echt? Want het idee van, ik een light product drink, dan denk ik dat ik het dorst. Met suiker proef je toch veel meer gewoon echt lekker zoet. En dit is gewoon zo'n laf zoet smaakje dat je dat gelijk ook weer weg is. Er zijn hele studies hè, dat het niet per se anders wordt opgenomen door je lichaam. Nee, dat geloof ik ook wel. Is dat zo? Dat is een studie die deden ze en dan gaven ze eerst light drinks aan een bepaald voetbalteam. En het andere voetbalteam gaven ze vol suiker drankjes. En dan gingen ze voetballen en daarna hadden ze een hele tafel vol met eten. En dan gingen ze testen hoeveel ze gegeten hadden. En dan bleken diegene die zero sugar drank had genomen, bleek veel meer te eten na afloop. Is dat zo? Ja. Oh, dat vind ik wel interessant. Ik ga even een linkje. Is daar een artikel van of zo? Dat was volgens mij van Secret Eaters. Oh, van dat programma? Ja. Maar goed, we gaan dus nu even naar de mall. En ik denk niet dat ik dit ga opdrinken. Dat zet me in de koelkast. Drink. Hebben ze hier nog wat boeiend te drinken? Ze hebben zelfs Mountain Dew, gek. Hier ga je tanden verrot, zeggen ze. Maar ze hadden wel deze. Dat ken je nog niet. Dat deel ze daar ook. Ze hebben echt bijna hetzelfde. Ja, precies eigenlijk. Nou ja, mooi. Dan hoef ik eigenlijk niks mee te nemen, denk ik. Nee. Simon Pitje. Dat is niet eens zo duur trouwens. Looks like this. Het heeft dus de lichte crunch van de cereal. Ik moet zeggen, de amandel proef ik niet heel sterk. Jij? Nee. Ik geef dit een 9 of een 10. Ik zou niet echt iets hier beter aan weten. Ik ga niet avond eten, ik ga dit eten. Die chocolade is ook zo lekker. Dit moet ik echt niet halen bij hun hoor. Best thing ever. Het is tijd voor het avondeten. Guylaine eet iets anders, dat heb ik net klaargemaakt. Een broodje falafel met Griekse salade. Ik ga die pasta eten. Ja, moet dus aan de kook gebracht worden. Dit is 500 milliliter. Het lijkt een beetje op kuppensoep. Ik ga het laten zien. Het is wel kruidig. Maar het is gewoon net kuppensoep. Heel erg knoflookkrug dit. Zo nice. Even een goede hap nemen. Hij is echt heet. Guylaine de eten. Lekker tzatzikietje. Gaat ie. Zo zout gek. Oh. Dit is echt letterlijk de kuppensoep, tomatensoep als saus. Ik vind het echt bijna identiek smaken. Vroeger had ik dat heel vaak. Vond ik toen heel lekker. Vind ik nu niet meer lekker. Mensen hebben gevraagd of ik een keer een dag zoals jou wil eten. Maar volgens mij eet ik dan gewoon niks. Een broodje ei, punt. Ja, schat, wat heb je vanochtend gegeten? Ja, een broodje ei. Gigantische speldcroissant op mijn werk. En s'avonds een broodje ei. Nou, helemaal top. Ik moet zeggen, voor die 9 cent, als je echt van dat soort shit houdt, is het best te doen. Ja, ik vind het niet heel lekker. Maar deze kostien zijn wel lekker. Ik gooi er wel even wat cheeky op. Ik weet dat het een beetje cheat is, maar ik ga het toch doen. Dat is trouwens ook niet helemaal waar. Dat je dan een broodje ijs s'avonds eet, want dan s'avonds zit je weer bij de snackbar. Ja, afgezien dat het gewoon heel zout is, is het nog best te doen hoor. Wil je het proeven? Nee. Ja. Oké, nou, dit is de schaal, hè.
Ik heb hier ook nog wat over, maar ik heb echt geen trek meer. Dit is, ja, dit gooi ik gewoon lekker weg. Volgens mij was jouw eten wel lekker, hè? Heerlijk. Ja? Ja. Zit je vol? Heel vol. Ja, dit kan je nog eten, hè, trouwens. Dit. Misschien kan je morgen nog gewoon een pita broodje eten of zo. Ik ga nog het laatste onderdeel eten van vandaag. En dat is een chippy. En nog wat drinken erbij. Ik moet zeggen dat het me nog best meevalt met wat je kan eten. Kijk, het is niet gezond. Het is niet goed voor je. Maar het is te doen. Ik had verwacht dat het erger zou zijn. Maar je kan er een dag best wel van eten. Vind je het echt zo vies? Het lijkt trouwens echt op die bites van vroeger. Ja. Ja? Heel erg. Wat is een heerlijk. Laat weten waar ik de volgende keer moet eten. Geen action. Geen action. Kies maar voor IKEA. Deze zou ik niet doen eten. Ja, dat is lekkerder, want dan heb je meer chocola voor de prijs van één. Zo, die moet ik echt onthouden. Dat is echt een goeie.